Basisschool Het Mulderkin Ude kreeg maandagmiddag bezoek voor een wel heel bijzondere les, namelijk haringproeven. Aanleiding was natuurlijk de Hollandse Nieuwe die sinds vorige week op de markt is. Dit jaar is het eerste vaatje geveld voor 95.000 euro. Dat geld gaat naar een goede doel, namelijk het Jeugdsportfonds. Vandaar dat er ook een campagne is gestart om de Hollandse Nieuwe vooral bij jonge kinderen onder de aandacht te brengen. Visspecialist Tonnies organiseerde daarom een proeverij voor de groep 6 leerlingen van het Mulderke. Ze konden de haring op 3 manieren proeven en vervolgens op een formulier aangeven wat ze van de smaak vonden. Op deze manier wilde de viszaak de kinderen leren hoe gezond en lekker een haring kan zijn. De kinderen geven op hun beurt weer iets terug aan de dames van Tonnies, namelijk een bijpassend zelfgemaakt schilderij. Leuk, zeg, ook wel allemaal. En na afloop werden de overgebleven haringhappen opgesnoept door de liefhebbers.